Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ga ik echt iets heel erg eens doen. Ik ga namelijk mijn haar bruin verven. Oké. Als je heel veel zin hebt in deze video, zou ik het heel erg leuk vinden als je even een duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Van mezelf heb ik best wel blond haar. En ik heb er ook wel eens een keer highlights in laten zetten. Wat je ook wel ziet. En ik heb zelf nog nooit mijn haar geverfd. En ik wil van mezelf ook geen bruin haar, maar ik dacht, het is wel een keer leuk om weer een video te doen. En ik zag dit ook bij heel veel andere YouTubers. En ik dacht, ik wil dit ook gewoon een keer proberen. Ja, ik ga vandaag mijn haar bruin verven. En ik zat net te kijken naar de verpakking, want deze verpakking heb ik al zo lang. En het is dus kleur donkerbruin. Dus het is niet eens lichtbruin, maar donkerbruin. Dus ja, dat gaat nog wat worden. Wat ik ga doen, ik ga zo meteen douchen en dan ga ik het op nat haar aanbrengen. En dan gaan jullie het resultaat zien. Dus ja, ik hoop dat het er goed uit komt te zien. En ja, ik ben echt, echt heel erg nieuwsgierig. Dus ja, in ieder geval blijf zeker eventjes kijken naar deze video als je wil weten hoe het eindresultaat wordt. Ik kom net de douche uit en ik ga even mijn haren borstelen, want anders ben ik dus heel bang dat het heel pluizig wordt. En ik heb make-up gedaan. Het ziet er echt niet uit. Het lukte vandaag niet. En ik dacht, ik doe een beetje wat bruinere foundation. Want waar ik dus het bangst voor ben, is dat ik zo meteen echt lijkbleek ben. Omdat natuurlijk donkerbruin maak je gewoon heel bleek. Dus daar ben ik gewoon heel bang voor. Oké. Ik heb echt heel veel video's gekeken. En ik ben echt mega bang. Ik moet even handschoentjes aandoen, dat lijkt me wel handig. Ik ben echt heel bang. Deze handschoentjes zijn van mijn werk, dus die doe ik maar even aan. Deze zijn het nieuwe. Oh ja, en ik heb dus nog nooit mijn haar geverfd. Ik heb er geen verstand van. Ik weet alleen dat je dit op handdoekdrooghaar moet aanbrengen. Dus dat gaan we maar doen. Ik hoop dat dit handdoek droog is, want dat weet ik dus ook niet. Het is best wel nat. Dus ik denk dat het handig is als ik de bovenkant even in de staart doe. Ik heb de bovenkant even omhoog gedaan. Moet ik een handdoek op? Ik heb dus ook geen idee of dit uit je kleren gaat en zo. Er staat alleen op dat je het goed moet schudden. En voor de rest staat er gewoon geen instructie op. En het is dus deze kleur donkerbruin. Nou, ik vind die handdoek echt niet fijn, dus dat laat ik. Ik heb gelijk het eerst om mijn broek laten vallen. Om mijn nieuwe Nike broek.
Maar ik ben gewoon meer... Als dit opdroogt, ben ik gewoon heel bang dat het echt mega donker is. Maar ik vind het er niet heel raar uitzien of zo. Alleen die vlekken die op mijn voorhoofd zitten, moeten er wel zo af. Heb je het wel gevierd? Maar ik ga het even vinden. Oké, ik heb het gedroogd en ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Ik had het niet zo verwacht. Het is best wel een assige kleur, het heeft een beetje zo'n paarse toon vind ik. Maar ik ben er echt best wel blij mee. Ik ben ook blij dat ik de donkerbruin heb genomen, want ik denk dat je van die lichtbruin niet super veel zou zien. Maar ik ben ook heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Het is niet zo erg als ik had verwacht ofzo. Ik was gewoon heel erg bang. Dat ik me daarna gewoon niet meer op straat kon vertonen. Nou, dat valt allemaal wel weer mee. Zo. Ik weet niet of ik goed de kleur aan jullie kan laten zien. Het is buiten nog een beetje donker. Ja, en ik denk dat het ook wel heel anders staat als ik een andere kleur trui aan heb. Want nu kan je natuurlijk heel goed vergelijken met mijn trui. Maar ik ben ook heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. En ik zou dat ook heel erg leuk vinden als je even in de comments achterlaat. Wat je mij leuker vindt staan. Maar... ik was gewoon echt te benieuwd hoe bruin bij mij zou staan. Je ziet nog wel soms een paar blondere plukken. Maar hieronder is het wel heel bruin, want daar had ik heel veel gedaan. Hierachter is het ook heel bruin, alleen ja. Nou ja, ik vind het dus wel meevallen. En ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. En laat dat dan vooral even weten. Ik hoop dat jullie dit ook een leuke video vonden. Het is even wat anders dan normaal. En ik ga nu even een foto naar vriendinnen sturen. Ga kijken wat zij ervan vinden. En dan in de weekvlog laat ik ook zien wat zij ervan vinden. Dus dat is wel grappig. Zal ik nog even van de achterkant laten zien? Volgens mij is die hier nog een beetje nat. Zo. Maar ja. En er zit hier nog wel ergens een vlek. Maar ik ben er blij mee. Dus als je dit een leuke video vond, zou ik het ook heel erg leuk vinden als je even een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Doeg!